Goedenavond. In San Francisco Gabier, in het oosten van El Salvador, kwam gisteravond cameraman Cornella Gouw om het leven. Hij filmde samen met Kees Elenbaas en Annelies Helwegen voor een reportage over de verkiezingen die we vanavond zouden uitzenden. Vanochtend kregen we echter de laatste beelden binnen die Cornella Gouw voor ons maakte. En die beelden, die zullen we zo dadelijk laten zien. Maar eerst nu het woord aan eindredacteur Leo Schenk. Gisteravond hoorden we dat onze collega, de cameraman Cornella Gouw in El Salvador, om het leven is gekomen. Als collega's van ICON en KRO zijn we verbijsterd en verslagen over dit nieuws. We voelen ons verbonden met zijn familie en zijn vriendin Annelies die erbij was. Onze zorg geldt op dit moment ook correspondent Kees Elenbaas, die deze reportagereis leidde. Met hen treuren wij. Onze gedachten gaan ook terug naar maart 1982... toen vier andere collega's in El Salvador werden neergeschoten. Ook die ramp dragen wij nog steeds met ons mee. Wij hebben toen niettemin, nadat we ervan overtuigd waren daarmee geen overbodige risico's te nemen, na enige tijd het werk waarvoor we ons verantwoordelijk voelden voortgezet. Zo zijn er de afgelopen jaren verschillende reportages uit dit deel van de wereld in ons programma Kenmerk uitgezonden. Ook ditmaal, aan de vooravond van de verkiezingen van gisteren, hadden we besloten weer een team te laten gaan. We wilden een beeld geven van het spanningsveld waarin de oorlogsmoede bevolking van El Salvador naar de stembus moest gaan. Vooral omdat er tot voor kort nog de mogelijkheid bestond dat er een begin van dialoog zou komen tussen het verzet en de regering van dat land. Die hoop is de afgelopen week in een explosie van geweld ten onder gegaan. Met tienduizenden Salvadorianen en twee andere verslaggevers heeft het nu ook onze collega Cornella Gouw het leven gekost. Wij zullen onze journalistieke taak niet loslaten. Al weten we door het verdriet van dit moment nog niet hoe we daar vorm aan zullen geven. De reportage waarvoor onze ploeg in El Salvador was, zenden wij vanavond dus niet uit. Maar voor we u de allerlaatste beelden laten zien die Cornella Gouw maakte, eerst een paar minuten uit die reportage om een indruk te geven van de gewelddadige sfeer rond de verkiezingen. Door transportstakingen, elektriciteitsstoringen en wegblokkades werd het voor journalisten steeds moeilijker om hun werk te doen. En daarom besloten verschillende buitenlandse teams, waaronder dat van ons, zich in kleine konvooien over het land te verspreiden en hun materiaal daarna uit te wisselen. Het maken van de beelden, zoals u ze net zag in de hoofdstad San Salvador, die had onze ploeg afgerond. Maar om ook een indruk te geven van de sfeer op het platteland, vertrokken ze zondagochtend in alle vroegte naar de oostelijke provincie Usulután, samen met een aantal andere journalisten. Kees Elenbaas vertelt ter inleiding om deze laatste beelden zelf hoe ze in San Francisco Gabier terechtkwamen. Halverwege de route tussen San Salvador en Usulután steek je een rivier over waar een brug heeft gelegen, maar die brug die is opgeblazen door de guerrillabeweging. Er ligt een provisorische brug en bij die brug is een controlepost van het leger. Wij hadden die controlepost gepasseerd. Maar kwamen nog enkele mensen van het leger tegen, waaronder een jongen met een radio, die ons te kennen gaf dat als wij speciale beelden wilden, dat we dan toch vooral naar San Francisco
gaan. Want daar was, zoals hij dat in het Spaans zei, una fiesta geweest, een feest geweest. Een eufemisme voor een confrontatie tussen het leger en de guerrilla. Dat zou plaats hebben gevonden tussen 4 en 6 uur in de ochtend. En op grond daarvan zijn we van de hoofdweg afgeslagen en een kilometer of 15 het binnenland ingereden totdat we bij het plaatsje San Francisco aankwamen. En zoals ik al zei, bij de ingang van het dorp zagen we 4 figuren in camouflagepakken waarvan we eerst dachten dat het mensen van het leger waren, maar we kwamen tot de ontdekking dat ze AK-47's bij zich hadden. Dat zijn Russische geweren. Dat is niet de geweren wat het leger draagt, dus kwamen we tot de ontdekking dat dat dus mensen van de guerrilla moesten zijn. Zij lieten ons vriendelijk door en vervolgens bleek dat het hele dorp bezet was door vooral heel erg jonge mensen van de guerrilla-beweging FMLN. Maar dan houd je mee doen. Kom nog. Es que primero nuestra curso el combate va bien un helicóptero. Pero le tiramos y yo creo que lo averiamos y después. Porque solo una vuelta de una media metralla y el camino. Todos los compas le volaban verga. ¿Cuántos soldados estaban acá? No sé, más o menos creo que no. Una sección. ¿Cuánto? Una sección era. Una sección. Así es. ¿Y cuántos son? Como unos 35 son vos. Sí, 70. No, como 90. 90. Sí. Cerca de los 100. Como no hay, como no son todas las secciones de la misma cantidad, hay unas de 75, otras de 90, así. ¿Y ellos? ¿Corrieron? Sí. Ahí que un soldado muerto, los demás ya llevan uno, bastante en el hombro. Uh-huh. Y los. Se pegaron unos compas, creo que cantaron, no pudieron cantar, corrieron. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16. 16. ¿Cuántos años tienes de estar combatiendo? 4 años. ¿Ah, sí? ¿De qué parte es? Soy de. De aquí en el departamento de Lután, pero aquí pegado al mar. ¿Esta gente está moviendo ya? Vamos. ¿Dónde está esa metralladora? Abajo. Abajo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya hier, Annelie. Weg, weg, weg. Kom hier, toneel, het wordt te gek. Viene. Cocha. ¡Aquí no están con la población!
quiero bajar. No tiré, no hay nada ahí. No hay nada de boleto, no tiré. Days, huh? Welcome back, man. This is good. Fucking hell, I got some great shots over there. You, man, too. Ah. Bet you did, man. Oh, yeah. This guy was following. Middle of the street. But there's one thing, I don't stay. Think we should stay that long. I don't think we should stay that long either. I think our time here is rapidly drying up. Yes, because the armor comes the in there. And this plane will send us. These motherfuckers are only a couple blocks away. Yeah. We don't want to be in a difficult position. Arturo, vamos ya. Sí. Serio, hermano, los tipos están cerca, cabrón. Yeah. Come on. Sí, hombre. Sí. Si los estaban disparando aquí dos cuadras, hermano. Yo no sé de ellos, pero si los agarran, entonces se quiten ese material. Sí, puta. ¿Van a venir o van a venir con bombas? Aquí el pueblo no van a bombardear. Bueno, quizá no. Ya lo éramos bombardeados de la mañana. El avión tiene como 4 horas volando. Eso no es el clavo, el clavo. Wat de wond was die hij had.
Nou, het was al snel duidelijk dat het heel ernstig was. Ja. Ik heb hem vervolgens een stukje naar beneden gesleept. En kreeg toen hulp van een Amerikaanse fotograaf die in de buurt was. Ja, we waren nog niet het dorp uit. Of we kregen een legerhelikopter boven ons. En ja, dat is helemaal met geen pen te beschrijven. Die helikopter heeft ons... Het is voor mij een beetje moeilijk te schatten, maar tussen de 10 en de 15 minuten lang gevolgd. En heeft ons constant onder vuur genomen. Salvo voor de auto, achter de auto, naast de auto. We hebben alle mogelijke manoeuvres gemaakt. Zigzaggend over de weg gestopt. Ik bedoel, het was niet duidelijk of hij dan wilde dat we stopten. Want op het moment dat we stopten, bleef hij doorvuren. Kees, reden jullie in een auto die duidelijk voorzien was van tekens dat jullie journalisten waren? Oh ja, die auto die had op 6 plaatsen met vet wit plakband televisie, tv opgeplakt. En ik heb de hele weg wanhopig met een witte vlag zitten zwaaien. Maar dat kon de legerhelikopter er niet van weerhouden om ons toch steeds onder vuur te blijven houden. Uiteindelijk zijn we gestopt bij het huis langs de kant van de weg, zijn door het raam daar naar binnen gedoken en zijn daar ongeveer 3 kwartier hebben ons daar tegen de wand van het huis aangeperst, terwijl die helikopter over het huis heen bleef cirkelen. Blijkbaar was op een gegeven moment de benzine op, want toen verdween die. Toen zijn we met Cornel in een vliegende vaart doorgereden naar het ziekenhuis in Usulutan. En ja, daar kon niet anders geconstateerd worden dan dat hij overleden was. ¿Quién es la camilla? La camilla, yo diría que sería cuando mejor ocupamos esta camilla con todo el ladrón. Lo llevamos así. Hey, ¿de quién es la camilla? La camilla verde. Es del hospital de Usulután. Sí. ¿La podemos dejar acá? Sí. Jan Smeets, jij hebt zelf jarenlang in Latijns-Amerika als correspondent gewerkt. Je kent die landen erg goed. Je kende ook Cornel Lagrau erg goed. Wat was het voor iemand? Cornel, ik leerde hem kennen als een jonge, enthousiaste journalist in Nijmegen. Hij was eigenlijk nog leerlingjournalist aan de School van Journalistiek in Utrecht. Het gaat ook over begin jaren 80. En erg nieuwsgierig en... Wij kennen elkaar uit Nijmegen, waar ik zelf ook vandaan kwam. En hij was altijd een van de eerste, als ik weer in Nijmegen was, naar een reis.
uit Latijns-Amerika of in Latijns-Amerika. Die dan kwam vragen wat er allemaal aan de hand was. Hij wilde zelf wel weg uit Nederland. Hij was stagiair geweest met verschillende kanten. En hij dacht dat er aan de andere kant van de wereld misschien meer interessante dingen te doen waren voor hem. Zoals ik zei, hij was erg nieuwsgierig. En we kwamen tot de overeenstemming dat we zouden proberen om een journalistencollectief op te richten in Midden-Amerika. En daar werden we het over eens. En toen is hij in zomer 1984 is hij inderdaad naar Managua gekomen om samen te proberen regelmatig filmbeelden naar Nederland te sturen over de situatie in Midden-Amerika. Hoe ontstaat dat engagement? Ik kan niet zeggen dat Cornel al een heel vast beeld had over wat in Latijns-Amerika dat groeit. Ja, hij was altijd vragen erover. En ik denk dat in de vele reizen die we toch hebben gemaakt en de vele tijd die we samen hebben doorgebracht in Midden-Amerika in 84, 85 en 86, vele situaties ook, dat het duidelijk wordt hoe het daar in elkaar zit. En als je het ziet, dan maak je de keuze. Zo werkt het meestal wel. En ook bij Cornel, we gingen filmen in Guatemala. Je hoorde, je filmde mensen die vertelden hoe daar 80.000 Indianen waren afgeslacht door het leger. En El Salvador ook. En op dat moment heb je weinig tijd om daar heel rationeel over na te denken. Gewoon gevoelsmatig zeg je dan van, dat zit dus goed fout. En die militairen, die zijn mijn vrienden niet. En alles wat deze situatie kan veranderen, daar ga ik achter staan. En dan krijg je ook de drijf wel om dat te laten zien, om dat naar Nederland toe te vertalen. Ja. Maar je loopt dan ook geweldige risico's. Spraken jullie daarover? Veel, veel. We zijn in Guatemala, de hooglanden geweest, zeer conflictieve gebieden. We zijn in El Salvador bij de guerrilla geweest, in guerrilla gebieden. En iedere keer als je daarheen gaat, dan weet je dat je het leger voorbij moet. Daar moet je over praten. Je weet dat je in een situatie komt waar gebombardeerd kan worden. Je weegt dat met elkaar af. Je denkt ook voortdurend van, nou, we houden de situatie onder controle. Je vraagt, als je op weg bent naar bijvoorbeeld het dorp waardoor de guerrilla bezet is, voortdurend aan boeren, aan ook het leger als je tegenkomt. Liggen er mijnen, wordt er gevochten. Je hebt in ieder geval het idee, je weet dat je in een risicovolle situatie zit en je probeert dat te controleren door voortdurend informatie in te winnen. En je neemt dat risico omdat je vindt dat als je over Salvador een documentaire maakt en je laat er niet het standpunt van bijvoorbeeld het verzet zien, dan maak je niet een volledige documentaire over dat land. En dat is dan je drijfveer om het risico om van die geasfalteerde weg af te gaan en het guerrillagebied in te gaan en dus mogelijke moeilijkheden te komen in het leger. Dat risico, daar praat je over en dat neem je bewust. Oké, dankjewel voor je komst en van harte sterkte. En dit was Kenmerk voor vandaag. Ook volgende week maandag zullen we weer berichten over de gebeurtenissen. Maar in het ICON radioprogramma Het Oog van de Naald aanstaande woensdag om 11:55 op Radio 5 een uitvoerige discussie over journalistiek in risicovolle omstandigheden.